Dames en heren, namens Perscentrum Nieuwsport eet ik u allemaal van harte welkom bij deze jaarlijkse dodenherdenking. En in het bijzonder de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, de minister-president, de vicevoorzitter van de Raad van State, de burgemeester van Den Haag, generaal-majoor buitendienst de heer Hemmes, die betrokken was bij de bevrijding van Den Haag en ereburger is van Den Haag. En lid van de Prinses Irene Brigade. En tenminste zo belangrijk, mevrouw van Leeuwen. Voormalig lid van de Tweede Kamer en ook lid van het toenmalig verzet. We zijn zeer vereerd dat u hier bent en dat u hier zometeen ook komt spreken. Dames en heren, deze bijeenkomst wordt traditioneel omlijst door het orkest van het gymnasium Haganum. U heeft ze al gehoord, ze zitten daar. Straks hoort u nog meer van hen. En aan het slot, als wij de kransen leggen bij de gedenksteen aan de gevel van Nieuwsport, zal een van de scholieren een gedicht voordragen. Dames en heren, uitgerekend vandaag hebben twee mannen een aanslag gepleegd bij een tentoonstelling van Mohammed cartoons in Dallas, Texas. Tweede Kamerlid Geert Wilders had daar gesproken en was net vertrokken toen de aanslag was gepleegd. Hij is ongedeerd, een agent raakte gewond en de daders zijn gedood. Een gebeurtenis als deze raakt precies waar het vandaag hier om gaat. Het vrije woord en de bedreigingen van het vrije woord. Het is een goede traditie dat wij in Nieuwsport bij de dodenherdenking nadrukkelijk terugdenken aan de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, omdat ze opkwamen voor dat vrije woord. Wij denken daarbij niet alleen de journalisten, maar ook de drukkers, de zetters, de koeriers. Iedereen die actief was voor de ondergrondse pers. Mannen en vrouwen die lijf en goed in de waagschaal stelden omdat ze heilig geloofden in het geven van informatie aan de mensen in bezet Nederland. Informatie over de wandaden van de bezetter en over de opmars van de geallieerden. Velen betaalden daarvoor met hun leven. Maar het werk ging door. En vijf lange oorlogsjaren hielden deze voorvechters van de vrije pers de vlam van de hoop brandend in bezet Nederland. Hoe gemakkelijk hebben we het nu? 70 jaar later. Natuurlijk klagen journalisten over politici en bestuurders die onaangenaam reageren op vragen. Net zoals politici en bestuurders klagen over journalisten. Dat is all in the game. Maar ik wil hiermee niet zeggen dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting niet onder druk staat. Pim Fortuyn werd om zijn mening vermoord. En Theo van Gogh werd op zijn mening vermoord. Geert Wilders, ik noemde hem al, moet al meer dan 10 jaar lang intensief worden beveiligd. Zoals ook Ayaan Hirsi Ali intensief beveiligd moest worden. En de Deense journalist Fleming Rose kon hier vorige maand in Nieuwsport niet zonder zware bewaking spreken. Net zo min als zijn landgenoot en cartoonist Koert Westergaard afgelopen week einde in de Bali in Amsterdam. Ik zal dus niet beweren dat Nederland de hemel op aarde is. Maar journalisten hoeven hier niet bang te zijn voor de regering. In de wereld om ons heen gaat het er vaak anders aan toe, veel ruiger. In Turkije, notabene een NAVO-partner en aspirant lid van de Europese Unie, zitten tientallen journalisten in de gevangenis om hun werk. President Erdogan laat Twitter en Facebook op zwart gaan als berichten over corruptie in zijn familie hem niet zinnen. Onze collega Frederike Geerdink stond er onlangs vanwege een onwelgevallige publicatie in de beklaagdenbank. De Egyptische regering van president Sisi in Egypte maakt het zo mogelijk nog bonter. Toegegeven, de rust is er in Egypte weergekeerd na de staatsgreep waarmee Sisi aan de macht kwam, maar tegen een hoge prijs. Want de persvrijheid is in Egypte kapot gemaakt. Tientallen binnen- en buitenlandse journalisten zitten er gevangen. Mijn collega Rena Netjes kan nooit meer haar oude vrienden in Egypte opzoeken. Zij is veroordeeld en als ze teruggaat pakt de politie haar direct op en gaat ze voor 10 jaar de cel in. En dan heb ik het nog niet gehad over Rusland. Sinds president Poetin daar aan de macht is, worden kritische mediaorganisaties in toenemende mate onder druk gezet. Journalisten lopen het risico op ontslag of erger nog, zware mishandeling. Alleen journalisten uiteraard die kritisch waren over het beleid van de president. En er zijn dan ook heel veel aanwijzingen dat krachten in het Kremlin hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat het altijd nog erger kan, laat het kalifaat van IS zien in Irak en Syrië. De meesten van u hebben waarschijnlijk met afgrijzen gekeken, of juist met evenveel afgrijzen niet gekeken, naar de onthoofding
van de Amerikaanse journalisten James Foley en Stephen Sotloff en die van vele andere slachtoffers van IS. En hetzelfde geldt voor de moordpartij op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Dames en heren, dit is een onvolledige opsomming die illustreert dat het 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd niet alleen droevig is gesteld met de vrede, maar ook met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Eind vorige week meldde Free Press Unlimited en de onderzoeksorganisatie Freedom House dat het er in jaren niet zo slecht heeft voorgestaan met de vrijheid van journalisten. Ze onderzochten bijna 200 landen. In nog minder dan 30 landen kun je spreken van een vrije pers. In maar 8 landen waren verbeteringen te zien. Dat is het laagste aantal sinds 2009, terwijl het in 18 landen alleen maar slechter gaat met de persvrijheid. De slechtste plek op aarde voor de journalisten is Noord-Korea. Noord-Korea lijkt heel ver weg, net als Egypte, Rusland en Turkije. Maar Parijs is al een stuk dichterbij. Ook daar waren journalisten en tekenaars hun leven niet zeker om hun mening. En 70 jaar na de bevrijding verliezen in Europa en daarbuiten nog steeds tientallen journalisten het leven voor het vrije woord. Hier in Den Haag mogen we ons best realiseren dat de vrijheid waarin wij ons werk doen geen vanzelfsprekendheid is. Persvrijheid verdient aandacht en bescherming. Niet alleen vandaag, maar alle dagen. Alle mannen en vrouwen die op dit moment en steeds weer hun leven wagen om ons te informeren over wat er in de wereld gebeurt, verdienen onze grote bewondering en dankbaarheid. Net zoals hun dappere collega's van de ondergrondse pers in de jaren 40-45. Mevrouw van Leeuwen, ik weet alleen hoe het was in die jaren uit de verhalen. U was er zelf bij en sterker nog, u deed mee. U deed mee in de strijd tegen de bezetter voor onze vrijheid. Het is me een grote eer dat u hier bent, maar voordat we naar u gaan luisteren, luisteren we eerst nog even naar de muziek van het orkest van Gymnasium Haganum. Thank you.
Dames en heren, dan nu graag uw aandacht voor mevrouw Hanny van Leeuwen. Dames en heren, allereerst mijn excuses dat ik blijf zitten op doktersvoorschrift. Anders had ik wel staande gesproken. Er hing iets wonderlijks toen in de lucht. De zwarte vogels boven onze hoofden. En wij die zagen en nog niet geloofden, tot elk opeens begreep, er is geen vlucht. 10 mei 1940, het openingsgedicht uit de prachtige bundel Vuur en Wind van Muus Jacobsen. Nog levendig herinner ik mij, na de parachutisten in de eerste dagen, het zinloze bombardement op Rotterdam en nadien die ontzettende vuurbal. Nederland was slecht voorbereid op de oorlog. Onze jongens moesten met te weinig ondeugdelijk materieel het opnemen tegen een goed toegeruste vijand. Niettemin, het is te danken aan de heldenmoed van de militairen in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, op de Afsluitdijk en de Grebbeberg, maar ook in Brabant, dat we de capitulatie tot 14 mei konden uitstellen. Meer dan 2000 militairen, Nederlandse militairen, verlieten het leven. Ook hen herdenken we vandaag. Toen ik op de 14e mei 1940 s'avonds op de markt in Delft het Wilhelmus meezong, kon ik en in feite niemand bevroeden door welke hel wij zouden gaan. 5 jaar van een nooit aflatende dreiging van barbarij, vernederingen en onmenselijkheid, waarbij talloze lijf en goed in de waagschaal hebben gesteld. Om onderduikers te verzorgen, om daden van sabotage en spionage uit te voeren, om de overvallen te plegen, om wapens via droppings op de plaats van bestemming te krijgen, om de Duitse voorraden en installaties te vernietigen, en ga zo maar door. Zelf was ik onder meer koerierster voor de militaire verzetsorganisatie Albrecht Hollands Glorie. De bezettende macht heeft geen middel onbeproefd gelaten om het veelal taaie verzet te breken. Van de verzetstrijders bepaalt geen avonturiers, van journalisten en vele anderen, ook al zijn er nog maar weinigen die hiervan uit eigen ervaring kunnen verhalen, laten wij het ons blijven herinneren. De gruwelijke feiten van de martelingen en executies. Wij waren 18 in getal. Geen zal de avond zien. Maar evenzeer de immense organisatie die stond achter de verzorging van de honderdduizenden onderduikers, waarvoor per distributiegebied de vele bonkaarten moesten worden gekraakt. En de hongerwinter, waarin talloze door hongeroedeem werden geveld. De talloze illegale bladen die met gevaar voor eigen leven werden gedrukt en rondgebracht. Duizenden verzetstrijders hebben hun inzet met de dood moeten bekopen. Wij herdenken hen allen met intense dankbaarheid, grote eerbied en diep respect. Maar ook al die anderen in Nederland en elders in de wereld, op zee en in de lucht, maar ook de Nederlandse slachtoffers van de Japanse terreur, de systematisch uitgeroeide Joden, met ons stilzwijgend toezien. We hebben als volk het recht, ja zelfs de plicht, om dit alles te weten. En het houdt niet op, ook na 70 jaar niet. Herdenken, het steeds opnieuw voor de geest halen, iedere dag, ieder jaar, nu al 70 jaar. Maar waartoe? Nee, onze doden neemt niemand ons af, zeiden wij tot elkaar. Dit grote lijden maakte ons tot één volk,
Niemand kan ons scheiden, die staan verenigd om eenzelfde graf. Hoe weinig maanden en gelicht terzijde, zijn wij voor de herinnering te laf? Hebt gij vergeefs gestreden? Zal uw graf onvruchtbaar blijven voor de oogst der tijden? Zijn wij voor de herinnering te laf? Hebben zij vergeefs gestreden? In mijn lange leven heb ik enkele malen ernstig getwijfeld. Allereerst door een uitspraak die voorkwam uit de rubriek De Reageerbuis, waarin jongeren van 13 tot 23 jaar die van hun hart geen moordkuil maakten, hun visie gaven op de toen bestaande problemen. Deze uitspraak: wij zijn bezig kleine welvaartegoïstjes te worden. Wij hebben allerlei driften, maar weinig geest. Wij missen de geestdrift. Als de gedenktekens ons niets meer te zeggen hebben, kunnen we wel inpakken met de democratie. Deze woorden bezorgden mij een intense schok, maar zetten mij ook aan het denken. Waren we er toen, in het begin van de 60e jaren, al zo weinig in geslaagd aan de opgroeiende generatie duidelijk te maken wat het voor ons betekende de doden te herdenken en in hun geest het bevrijdingsfeest te vieren? Inderdaad, wij waren en zijn weer vrij. En wij mochten toen, maar ook vandaag nog, leven in een vrij en welvarend land. Het rood-wit-blauw, symbool van onze Nederlandse driekleur, mag sedert de meidagen 1945 nog steeds vier wapperen, want de gerechtigheid, 5 jaar lang verbijt, was toen immers teruggekeerd in Nederland. En de vrijheid, waarvan we jarenlang hadden gedroomd, zoals de verzetsdichter in Dag van de Verlossing zo indringend beschreef. Wij weten niet hoe het straks zal zijn, wanneer de dag der vrijheid is gekomen. Maar nu al, als wij 's avonds staan te dromen, glanst heel de wereld in een nieuwe schijn. Wij hebben met de mensen een geheim, want wij alle weten wat er straks gaat komen. En ook de straat, de huizen en de bomen staan stil verrukt te wachten op het zijn. En toen was het ineens zover. Toen en nu mogen we terugdenken aan de bekende regels, want wat een vlag zegt kun je pas verstaan als je 5 jaar achter gesloten deuren de strakke plooien door je hand laat gaan. Wij waren en zijn trots op hen die mede deze herwonnen vrijheid hebben bevochten. We gingen in 1945 een nieuwe toekomst tegemoet. Een toekomst van wederopbouw van de Nederlandse samenleving, van het doen herleven van de enorme waarden die gelegen zijn in ons democratisch staatsbestel, met ook de diepere betekenis van begrippen als gezag en vrijheid, zoals die als een van de fundamenten van ons zijn of niet zijn in de jaren 1940-45 waren ervaren. Bevrijde mensen, letterlijk en figuurlijk, gingen herbouwen, gingen weer beloften doen aan zichzelf, aan hun kinderen, in de kerk, op het werk en in de hele maatschappij. En was het een wonder dat deze beloften werden gedaan? Was het niet zo dat vooral in de laatste oorlogsjaren bij honderdduizenden ouders de angst de overhand had gekregen over de toekomst van hun kinderen? Beter dan Muus Jacobsen kan ik deze gevoelens niet vertolken. Ik wil nog eens met opgeheven hoofden en een hartstochtelijke dankbaarheid het zeggen: ja, het is waar wat wij geloofden. Kinderen, het is waar. Wij zijn bevrijd. O, in een vrij land mogen jullie leven en wij zijn vrij van wat ons heeft benauwd. Angst dat we jullie moesten overgeven aan beest der eeuw dat alle geesten knauwt. Angst voor een volk van trieste slavenzielen dat schichtig kijkt
en praat achter de hand. Angst dat de beste zonder weerklank vielen. Angst voor een dood, een onbewoonbaar land. En met een hernieuwde geestdrift zijn wij de vrijheid weer ingestapt. In de overtuiging dat de strijd van alle omgekomenen niet te vergeefs was geweest. En dat wij ook voor de herinnering aan hen die trouw waren gebleven tot de dood niet te laf zouden zijn. En dan zegt de jongere, nog geen 20 jaar later, wij zijn bezig kleine welvaartegoïstjes te worden. Als de gedenktekens ons niets meer te zeggen hebben. Zijn wij voor de herinnering te laf? Zijn wij vergeten wat hun moed voor onze vrijheid heeft betekend? De wederopbouw heeft ons land inderdaad welvaart gebracht. Welvaart ook voor iedereen als fundamentele verandering. Maar ook in geestelijk, cultureel en maatschappelijk opzicht was een geheel nieuwe wereld ontstaan. Met name de mensen waren ook anders geworden en voelden zich soms aan alle kanten in hun mens zijn bedreigd. De samenleving in de naoorlogse jaren is ook voor velen te snel en te ingrijpend gewijzigd. En het waren de jongeren die ons hiervoor waarschuwden. De naam van de vijand was toen egoïsme. Egoïsme dat mijlenver afstond van onze doden. Zij hadden immers alles opgeofferd. Jongeren waarschuwden ons ook in de volgende decennia, toen weer andere problemen speelden. De 80e jaren met de worsteling over de vraag: welke middelen zijn de overheid ter verdediging van vrijheid en gerechtigheid geoorloofd? Ook bij mij ontstond er een breuk in mijn denken over de machtsmiddelen van de overheid in een democratische rechtsstaat. Een confrontatie met het dilemma van de kernbewapening in al haar paradoxale aspecten. Hoe kon ik het antwoord in de geest van de verzetstrijders vinden? Toen kwamen de jaren van de harde confrontatie, van het zinloos geweld, met onder andere de dood van Joes Kloppenburg en het doodschoppen van Meindert Tjulke in Leeuwarden. En het gaat maar door, door. De vrijheid hiervoor misbruiken is wel het laatste wat onze gevallenen hadden beoogd. Zij wilden verdraagzaamheid, vrede, maar hoe ver lijkt dit alles soms weg? En toen kwam de nieuwe eeuw. 11 september 2001 staat in ons aller geheugen gegrift als de dag van gisteren. Een ramp van ongekende omvang als gevolg van terroristische aanslagen voltrok zich in enkele minuten. Onwerkelijk, afschrikwekkend, onvoorstelbaar dat mensen dat elkaar opnieuw kunnen aandoen. En zo de wereld ooit weer zal worden als voorheen, dan toch zeker niet voor de nabestaanden van de duizenden onschuldige slachtoffers, zoals het verleden nog altijd leeft voor alle nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. Ook aan hen denken wij in dit ogenblik. En weer doen zich andere problemen voor. Nieuwlichters in de politiek, ongekende intolerantie. De naam van de vijand lijkt nu soms haat te heten. Moeten wij ons geen zorgen maken dat wij de erfenis van allen die wij nu herdenken verkwanselen? Door te zwijgen, waar spreken geboden is. Of weten wij ons geen raad met de herkregen vrijheid, ook die van meningsuiting? Vrijheid van meningsuiting, die door vele journalisten in de verscheidenheid van de ondergrondse kranten, zoals bijvoorbeeld Parool, Vrij Nederland, Gimentien 3, trouw en op wacht met verve werd en toon gespreid. Niet alleen om de Nederlanders moed in te spreken, een hart onder de riem te steken,
maar evenzeer om ze van de juiste informatie te voorzien. Hierdoor waren ze niet alleen afhankelijk van de nazi-propaganda. Van de ongetwijfeld ook vele politieke spotprenten heb ik toen maar weinig meegekregen. Dat is eerst gekomen in de jaren van de Inktpotprijs. Een politieke prent als een tekening die een politiek, sociaal of economisch thema op satirische wijze voor het voetlicht weet te brengen. En hierdoor indringend een niet mis te verstaande boodschap weergeeft. Deze politieke prent is goud waard. Ook al is het niet altijd killing with kindness. Een boodschap die onverbloemd de waarheid onder ogen doet zien. Bij voorkeur in één oogopslag en zo ook in de herinnering blijft voortleven. Die politieke spotprent is een dodelijk wapen. Met ook dodelijke gevolgen, zoals we onlangs nog en ook gisteren nog hebben kunnen ervaren. De herdenking van onze doden daagt ons ieder jaar opnieuw uit om evenals zij tekenen van hoop op te richten. De angst ontmantelen, de tegenstellingen overbruggen in plaats van aanscherpen, maatschappelijke vooroordelen ontmaskeren, respect tonen voor elke mens, ongeacht zijn huidskleur, geloof of ras, de vrede en vrijheid dienen. Onder uiterst moeilijke omstandigheden is tijdens de bezettingsjaren onnoemelijke geestelijke spankracht opgebracht. Dit ons opnieuw herinneren geeft moed in te gaan tegen de toeneming van geweld en agressie, tegen afzwakking van verdraagzaamheid, tegen onveiligheid en tegen het afnemen van solidariteit, tegen de polarisatiedrift als een mentaliteit in de hele samenleving stelselmatig en systematisch het conflict verkiest boven het overleg, de tegenwerking boven de samenwerking, het eigen belang boven het algemeen belang. En dames en heren, dat betekent niet het verdoezelen van verschillen, een debat op het scherpst van de snede, maar wel het verzet tegen een grens, daar waar polarisatie het verduidelijken van bestaande tegenstellingen verre overschrijdt. Wij zullen in vrede leven of helemaal niet leven, zoals von Weizsäcker het eens zo kernachtig heeft uitgedrukt. Wat was in feite het ergste van de 5 bezettingsjaren? Was het het spoor van verwoesting? De gesneuvelde? De van honger omgekomene? Ja, ook dat. Maar erger dan dit alles was, aldus de verzetstrijders, het onrecht, de willekeur, het ontnemen van onze vrijheid. Daaraan zijn we kapot gegaan. Vogelvrij, niet meer kunnen zeggen wat naar eer en geweten moest worden gezegd. 5 jaar, elke dag het zwaard boven je hoofd, het gevoel te zullen stikken. Bij ingrijpen in de vrijheid, het ontnemen hiervan, drijf je mensen naar de vernietigingskampen, de vuurpelotons en naar het slagveld. Daarom moesten wij in de jaren 40-45 strijden om de vrijheid en tegen het nationaal socialisme. Vanuit het perspectief, vanuit het Geuzenliedboek, waaraan ik me telkens weer heb vastgeklampt. Is ons land van slavernij eenmaal vrij? Kniel ik dankbaar op de woon van zijn zoon. Het houten kruis in Gods natuur, licht als vuur, wordt een toorts die eeuwig brandt op het duin van Nederland. Wij zijn onszelf weer, wij zijn vrij. Dat betekent wel een opdracht, geestelijke weerbaarheid tonen. Het voortdurende gevecht tegen een sfeer van onvrede, onzekerheid, angst en intolerantie. Een onvrede die zich ook in toenemende mate toespitst
op het onvoldoende functioneren van onze democratie en op de crisis rond het overheidsgezag. Een gezag dat, wij moeten het helaas constateren, in de afgelopen tijd onder bepaalde omstandigheden heeft gefaald. Nederland is nog wel een sociale rechtsstaat, maar toch. Wij zijn er niet met uitsluitend formele regelingen, hoe belangrijk ook. Zonder mensen van vlees en bloed, met een democratische gezindheid gaat het niet. De democratie in Nederland zal niet blijven bestaan als de hoekstenen, wet, ordening en gezag in dienende functie aangetast worden. Democratie vraagt ook een mentaliteit die rechtvaardige verhoudingen wil schragen en dragen. Verdraagzaamheid en vrijheid, maar wel in gebondenheid. Uit diep respect voor alle gevallenen, ook in de naoorlogse jaren, zoals in Korea, Bosnië en Afghanistan, zullen wij ook vandaag deze democratische mentaliteit uitdragen aan de jongeren voorleven. Geen eigen rechter spelen, maar het ook kunnen rekenen op een overheid die zijn gezag fier en beslist inhoud geeft en zich zo doelbewust baseert op onze grondwet. Een samenleving waarin burgers elkaar vrijheid garanderen, is sterk en solidair en bestand tegen bedreigingen van binnen en van buiten. 30 jaar na het internationaal jongerenjaar moeten wij als ouderen erkennen dat wij ons onvoldoende hebben ingelaten met de geweldige onrust onder de jongere generaties. Generaties die worstelen met deze samenleving, waarin de aarde blijft gevangen in de greep van het honger- en armoedevraagstuk. Een samenleving van de ongelijkheid van kansen, de rassenstrijd, de milieuverontreiniging, natuurlijk en geestelijk, van agressie en geweld. Een samenleving met nog steeds een ongekende consumptiedrift. Welk perspectief leven wij de jongeren voor? Van professor Roskamp Abing heb ik eens, maar ik weet niet meer waar, het navolgende beeld gelezen dat diepe indruk op mij heeft gemaakt. Als Jan Palach zichzelf verbrandt, is dat op zichzelf gezien maar een vreemde, raadselachtige wijze van doen. Het is echter een daad die tot de dag van vandaag voor velen beroert in het licht van de achtergrond van die daad. De daad is stom, maar resoneert. De daad krijgt teken, wordt sprekend, levend. Wij zullen moeten doorstoten naar de diepere dimensies van verlatenheid en geborgenheid. Een aanpak die perspectief biedt voor de vele geschonden levens. Dat betekent concreet, gelet op de grote werkloosheid, ook onder de jongeren, inzetten op de economie van het genoeg. Uiteraard mag dan tenslotte ook een enkele opmerking over de graaicultuur, de corruptie, de integriteit van bestuurders, bankdirecteuren en ambtenaren niet ontbreken. Geen enkele partij die regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen, heeft tot dusverre de verleiding van de macht kunnen weerstaan. Er is zelfs sprake van verslaving aan de macht. We run this country. Natuurlijk, de ministers blijven verantwoordelijk, ministerieel verantwoordelijk, ook voor hun voorgangers. Zelfs als er is sprake van onjuiste, onvolledige informatie. In vrijwel alle situaties kan echter niet worden volstaan met het alleen maar aanbieden van excuses. Langzamerhand is ook niemand meer echt verbaasd over zoveel politiek geklungel en zoveel oppervlakkigheid. Het is zelfs verleidelijk te denken dat het gewoon is zoals het gaat. Een soort onontkoombare werkelijkheid in deze gecompliceerde samenleving, waardoor politiek en ambtenarij al te gemakkelijk vrij uitgaan.
Al is er onder Rutte 2 sprake van een bekentering. En gelukkig is ook ons ambtenarenapparaat over het algemeen uiterst loyaal en tot op zekere hoogte deskundig. Waardering voor het ambtelijk apparaat laat kritiek op de dominantie van de verambtelijking in de besluitvorming onverlet. Zorgen maak ik mij over de kwaliteit van de ambtenaren. De spanning tussen de noodzakelijke zorgvuldigheid en de door het kabinet gewenste daadkracht kon en kan ook niet volledig door ambtenaren worden beheerst. Maar zij hadden hun ministers wel moeten waarschuwen. Is dat voldoende gebeurd? Veel onomkeerbare processen zijn helaas in werking gesteld. Velen die in deze samenleving in de knal zitten, zien elke dag voor ogen hoe de te hoge beloningen toch niet worden aangepakt. Bezuinigingen worden neergelegd bij de zwakste en de meest kwetsbare. Het ontbreekt politici aan moed. Er worden veelal geen wetten gemaakt die rechtszekerheid scheppen, handhaafbaar en uitvoerbaar zijn. Dit lokt gedoogsituaties uit. Gedogen is datgene wat volgens de wet verboden was, toch mag. Steeds opnieuw een deuk in de integriteit van de overheid. En de burgers snappen er niets van. En op deze manier worden er diepe sporen in de samenleving nagelaten. Het vertrouwen ontbreekt. Het is aan ons dit beleid een moeizaam strompelen door de blubber. Mark Kranenburg in de tijd in de NRC te ontmaskeren en tekenen van hoop op te richten. Voor zo'n samenleving hebben de gevallenen gevochten en hun leven gegeven. Zo alleen is hun strijd niet te vergeefs geweest, maar blijven zij voortleven. Natuurlijk, er zal altijd een kloof blijven bestaan tussen droom en daad, tussen ideaal en werkelijkheid. De werkelijkheid na de bevrijding is velen tegengevallen. Maar toen en nu ligt de rechtvaardiging voor ons herdenken niet in de uitkomst, maar vooral in de opdracht. De roeping tot verzet, toen die in daden is omgezet. Het omzien in verwondering en dankbaarheid nu, als het vooral inspelen op de toekomst door het bij voortduur bouwen aan een rechtvaardig, solidair en verdraagzaam Nederland en een betere wereld voor jong en oud. Maar gij die trouw waart tot de dood zult keren en onze bodem met uw bloei vervullen en elke mei waken voor ons bestaan. Herdenken is het verleden in het leven laten leven in het heden. Dank u wel. Mevrouw van Leeuwen, dank u wel voor uw indringende woorden. U heeft ons iets meegegeven om over na te denken. Mag ik u nu vragen om mee naar buiten te gaan voor de kranslegging? Ja, hè? Ja. Wat goed dat je er zo bij zit. De stem is helemaal hetzelfde. Een beetje de teugels laten vieren. He? Ja. 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 He?
zo'n manier leeft. Ik ga niet achter u.
Dames en heren, welkom op deze herdenkingsplechtigheid waar kransen gelegd zullen worden ter nagedachtenis van alle gevangen journalisten uit de hele wereld. Mag ik nu de heer Wilco Boom verzoeken de krans namens Internationaal Perscentrum Nieuwspoort neer te leggen. En mag ik nu mevrouw Marjen Enslin en de heer Huub Elzeman verzoeken de krans neer te leggen namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten. En mag ik nu de heer Jan Hennop verzoeken de krans namens de Buitenlandse Persvereniging neer te leggen. En mag ik nu de heren René Glazer en Gerrit van der Kooi verzoeken de krans namens de Vereniging van Europese Journalisten neer te leggen. En mag ik nu de heer Jos Heijmans verzoeken de krans namens de parlementaire persvereniging neer te leggen. En mag ik nu de dames Margot Smits en Marloes Derks verzoeken de krans namens de Vereniging van Onderzoeksjournalisten neer te leggen. En mag ik nu de heer Marcel Geelauf verzoeken de krans namens de Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren de krans neer te leggen. En mag ik nu dan de burgemeester van Den Haag verzoeken de heer Josias van Aartsen de krans namens de gemeente Den Haag neer te leggen.
dan nu twee scholieren uitnodigen namens het Haganum Gymnasium de krans neer te leggen. Alvorens een minuut stilte in acht te nemen, wordt nu eerst het gedicht Tot de Doden van Ed Hornick voorgedragen door Markelet Baruch en daarna een trompetsignaal gespeeld door Bram van Diemen. Wij kunnen u niet meer bereiken. Wij komen zintuig tekort. Wij leggen ons neer bij feiten dat gij minder en minder wordt. De enkele keren dat gij nog in dromen nog ons verschijnt, wordt ge al ijler en ijler, tot ge voor altijd verdwijnt. Straten houden uw namen voor heden en morgen in stand, maar onze kinderen brengen ze niet meer met u in verband. Het land ligt nog net als het toen lag, van polder tot polder te kijk. De mensen die erin wonen blijven zichzelf gelijk. Maar eenmaal per jaar is de stilte tot de hemel toe van u vervuld en belijden wij zonder woorden onze dankbaarheid, onze schuld. Dank u wel, president van Nieuwsport. Dank u voor uw aandacht.